Supermooi. Waar gaat die van Lucilla staan? Daar ook lampjes op gehangen. Proost. Kijk, Sil, je kerstboom. De eerste kerstkaartje is alweer geschreven. Slinger omheen gehangen. En de kaarsenkandelaar. Nou, Sil, zet ze allemaal maar aan. Ik kan niet de lampjes zien, man. En kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Kijk, er staan een kerstmannetje en een kerstvrouwtje in de keuken. En die zijn lekkere croissantjes aan het maken. Binnen doen, de puntjes een beetje naar binnen. Ja, Luan die helpt jou zo mee. Ja, doe ik. Goed zo. Samen. Ja. Ja, heel mooi, Luan. Het is een beetje dicht. Nou, het croissantje van Lucilla met de hagelslag. Zal ik je helpen? Zo, en nou gaan we oprollen. Dat is heel moeilijk. Die is voor mij. Ja, oké. Help. Zo. Maar vind je echt dat hij een beetje chocolaatjes zit? Oh nee hoor. Nee? Niet zo erg. Want ik kom allemaal door hier. Ja. Goed zo, jongen. Zie je, dit is moeilijk. Even wachten, dat moet je nog even doen. Harder! Stop! Dat is wel heel veel. Rollen vind je het lastigste? Ja. Nee, als chocolade erop zit, want dan is het heel zachter. Oh. Dat vind ik niet erg hoor. Zo? Ja, zo is het even nog. Gaan we oprollen. En nu gaan we oprollen, dat is het moeilijkste. Even oprollen, dan zit hij een beetje goed vast. En nu daar. Nou, zo. Zijn dit ze? Ja, dit dan kunnen ze in de oven. En de croissantjes zijn klaar. Eentje voor Luan. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Gaan doen deze zaterdag, lekkere lazy zaterdag. We hebben de kerstboom al opgebouwd. Dat hebben we al een paar dagen geleden gedaan en daarvan hebben jullie een bonusvideo van online gezien. Al een hele tijd eerder, omdat onze vlogs achterlopen, zien jullie nu pas de kerstboom in de vlog, zeg maar. Maar wat we nog meer gaan doen, is ik had nog heel veel andere dozen, hier allemaal, met allemaal kerstspullen erin. En die moeten ook nog door het hele huis worden versierd. En ik heb ook heel erg leuk twee kleine kinderkerstboompjes. Deze, met balletjes erin. En die mogen ze op hun eigen kamer neerzetten. En die gaan ze nu zelf versieren. Mooi, die is mij. Ja, eens kijken. Wauw! Wauw! Beetje in de takjes. Ja, daarna de balletjes. Ik ga het ook proberen, ja? Ik ga het proberen. Nee. Even wachten, ik heb ook aan. Zo. Hou vast, mama gaat de kerstboom draaien. Let op, hè? Ja.
Oké, nou, dit zit erin. Sil, nou kan je versieren met de balletjes. Ja, hang de balletjes er maar in. Goed zo, dan ga ik jou helpen met de lampjes. Kan je zo en draaien? Deze slinger kan ik en die kerstballen kan ik. En jij moet alleen de lampjes. Je kunt de lampjes. Goed zo, Lucilla. Goed gedaan. Dan draai je je boompje er even deze kant op. Kan je hier ergens een balletje ophangen? Kom maar, deze kant. Goed zo, Lucilla. Nee, die kan ik ook, denk ja? ik. Nou, doe jij die maar zo. Nee, jij mag die andere kant doen en ik deze kant, ja? Dat is die van mij, ja? Hierboven, hier. Boven, hier. Oh, die is van Lucilla. Is dit even wat leuker dan die sterke? Ja. Oh. Nou, ze worden echt super mooi, jongens. Ja. Ze lijken wel heel erg op onze eigen grote kerstboom. Zien jullie dat? Ja, het zijn de twee baby kerstboompjes dit. Zo. Ja, heel mooi. Ja, die hangt mooi, jongen. Mooi, ja. En dit is de laatste van jou nog. Die mag er nog in. Ja? Mooi, hoor. Super mooi. De boompjes die zijn klaar. Kijk. Oh. Nou. Nee, die laat maar liggen. Boven heb je ook een stekker. Ja. Nou, we eens even een plekje zoeken, hè? Die met die gekleurde lampjes is van Luan. Ja, die van mij. Die disco lampjes, kijk eens. Nee, die van mij. Kom maar, nou even bij Lucilla kijken. Oh, waar gaat die van Lucilla staan? Wauw, maar dan kan ja. Kijk, heb je het stopcontact? Oh ja, dan kan ik toch nog wel aan mijn. Je moet even stopcontact zoeken. Is wel een, ja, wel mooi. Ja, mijn papa moet even een verlengsnoertje maken. Ik zet hem even in de keuken. Ja. Ja, ik maak een verlengsnoertje. Papa gaat even een verlengsnoer pakken. Even kijken, waar heb jij een stopcontact? Volgens mij heb jij een stopcontact onder jouw tafeltje. Hey Des? Ja. Dank je. Nou. Kijk goed naar de kerstboom. Ja, ik kijk goed. Wauw. Oh, ja, dit is normaal gesproken Luan's podium. Waar Luan op staat te zingen. Dan heb je een kerstboom op je podium, dat is ook leuk, hè? Een discoboom. Ja. Ja. Dat is leuk, hoor. Ja, nou die van Luan die staat in ieder geval al met de lampjes aan. Het is nog niet echt donker buiten, maar we hebben even de gordijnen dicht gedaan. Want dan kunnen we nog beter je lampjes zien, hè? Ja. Heel mooi, hij heeft daar ook lampjes opgehangen. En daaromheen heeft hij lampjes opgehangen. En hieromheen lampjes opgehangen. En de kerstboom. En Luan heeft weer een disco. Ja. Het staat heel mooi bij elkaar, jongen. Zou ik het even laten zien? Ja. Aan die grote, deze mooie ophangen. En dan doe ik zo. Oh ja. Zie je het? Wat gaat Lucilla maken? Zullen we lekker soepje maken? Nee, pannenkoeken maken. Oh, dat lusten wij wel, Lua. Pannenkoeken. Ja. Lucilla die dekt alvast even de tafel. Lekker hoor, Lucilla. Dankjewel, Lucilla. En met een afgekluifde vorkje van Boezel en Pip. Oh, hallo. Zakken jullie niet? Lucilla, heel nog 5. Vind je het spannend? Nee. Al 5. Klap. Welkom Egel bij ons kijken. Al 5. Al 5. Al 5. Klap.
Wat is het hier gezet? Het is weer heel gezellig. En waar staat de muziek uit? Voor YouTube. Oh! Echt, kijk, maken jullie vlogjes? Ja, wij maken vlogjes. Oké, dan. Ja. Hallo, Hafijs. Oh, ik kijk eens zo goed in mijn kopje. Hafijs. Nou, kom maar lekker zitten. Jij kan hier lekker zitten. Ja. Mama kan daar zitten. Gezellig, jongens. Oeh, dat is even zo'n pannetje. Oeh. Dat is een lekker pannetje. Nou, en Luan is het even een bakje koffie. Dat is meloen. Een meloen. Dat is een meloen. Dat is ook gezond. Een baloek, zegt meloen. Ze. Ja. Een baloen. Meloen. Papa moet wel heel erg bouwen. Moet nog pakjes aan te passen. Ja. Ze zijn nog dit bouwen. Ja, papa met elkaar geschoen. Veel klus. Hele goede klus. Ja. Maar daar kan hij ook nog staan. Dat is leuk. En die kan lekker overal staan. Ja. Nou, eens even kijken. Waar zullen we mee beginnen? Ik heb wel heel erg zin in een pepertje. Oh, en ik heb heel erg zin in mais. In mais. Wijs het nou lekker. Daar. Een lekker visje. Maar die kan we aan de lepel gebruiken. Oh ja. Ook een lepel gebruiken. Ik kan ook een eentje. Nou, deze moet je niet gebruiken. Nog eentje. Dit kan je gewoon eten. Oeh, dat is lekker. Ja, een lekker kopje thee en een lekker kopje koffie. Nee, doe maar proost. Oh, jij met een kopje pad? Proost. En de kerstboom op Lucilla's kamer. Die brandt ook. Kijk, Sil, jouw kerstboom. Mooi, hè? Ja. Die heeft papa aangesloten. Papa, wat heb jij gedaan? Kijk, 20 kerstkaartjes geschreven. Voor alle vrienden, 20? Familie, kennis. Ja. Nou, dus papa heeft de eerste kerstkaartjes alweer geschreven. Ik heb de eerste kerstkaartjes. Dat is papa's taak bij ons. Ik ben er alweer zo. Degene die ik moet versturen, doe ik een zegeltje op. Maar degene die we gaan zien van de week, die geef ik natuurlijk gewoon live. Ik heb ons dressoirhoekje vandaag ook zo goed als klaargemaakt. Kijk, dat is deze. Ik heb daar die slinger omheen gehangen met al die lampjes erop. En daar die, die bloem erin gezet. Dat is zeg maar een nepbloem. En in balletjes in de plant gedaan. En daaromheen heb ik die leuke huisjes. Die zitten allemaal met een draadje aan elkaar verbonden. En die hebben allemaal een lichtje. Ik heb dat slingertje ertussen doorheen gedaan. Een beetje leuk voor decoratie. En hier heb ik nog wat decoratiedingetjes neergezet. En hier nog twee decoratiekaarsjes. En op het open haardje heb ik een kerstmandje gezet, een klein beeldje en de kaarsenkandelaar. En onder onze kerstboom heb ik ook nog dit cadeautje neergelegd. Het is dat cadeautje wat we kregen van de Christmas show. Het is gewoon een leeg doosje. Maar ik vond het wel een leuk decoratief zo onder de boom liggen. Kijk, hier bij deze spiegel heb ik dit neergehangen. En dat daar. En als jullie denken, wat is dit hier voor een rommel? Nou ja, dit is niet echt rommel. Bellinga speelgoedfonds. Dit is nog steeds allemaal van het Bellinga speelgoedfonds. Ontzettend veel speelgoed hebben we nu al verzameld. Waarschijnlijk een nieuw jaar. Ja, maar ik weet niet of we dit jaar het redden, jongens. Want we hebben het echt ontzettend druk op het moment. Het zijn alle weekendjes maar om vlogjes te maken. Leuke uitvlogjes. We hebben heel veel weekenden volgepland al met allemaal kerstdingen. Ja. Maar goed, dit speelgoed gaat echt nog naar het fonds. Maar we weten nog niet precies wanneer, maar dat komt wel. De kerstman had ook geen plek meer in zijn slee. Dus de kerstman, ik had hem gevraagd. Maar waarschijnlijk wordt het een nieuwjaargift. Ja. Nou, Sil, zet ze allemaal maar aan. Ja, deze doet het niet. Ja, zet ze allemaal maar aan. En dan gaan we ze hierop zetten. Nee, dat doet het echt niet. Doet het echt niet? Nou, dan hebben we eentje bij, minder. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we ze allemaal een beetje zo leuk door elkaar neerzetten. En dan kunnen we het op tafel zetten. Dat ziet er leuk uit, hè? Ja. Ik heb het leuke kaarsenschaaltje toch maar even hier neergezet. Bij dat leuke stadje. Kijk. Super schattig klein stadje. Dit kerststukje heb ik nou even op deze tafel neergezet. Nou jongens, ik heb nog meer lampjes gevonden. Kijk, deze. Die man gaat me even helpen. Die is heel lang. Die is heel lang. En ik dacht misschien leuk om dit hier in de keuken op te hangen. Zo ergens boven. Ga nou kijken. Ja. Ik kan niet de lampjes zien, man. Oh, nu wel. Ja, nu wel. Maar als ik ze zo neerleg, zie je dan de lampjes? Een heel klein beetje. Want zo kan niet, want dan kunnen die kastjes niet meer open. Nee. Dan moeten ze misschien toch daaronder.
Ja. Mama komt er weer af. Mama, het is een beetje gevaarlijk hoor. Mag je niet nadoen dit, hè? Oh, dat doe ik wel, maar grapje, doe ik niet hoor. Kijk, hier zie je ze wel, hè? Ja, zo kunnen ze wel. Yes. Zal ik ze hier dan even kijken ophalen ergens? Ja, is goed. Nou, gaan we het hier doen. Tadaa! Dit zijn de kerstlampjes in de keuken geworden. En ik heb hier ook nog dit kaarsenplankje neergezet. Nou, ik had jullie toch in een paar vlogs geleden verteld dat ik wat AliExpress bestellingen had gedaan. En dat die allemaal apart binnenkomen. Nou, ik heb dus een bestelling gedaan met schoentjes. Ik moet zeggen, ik koop nooit geen schoentjes meer, want het is echt... hele slechte kwaliteit. Heb ik wel weer gezien. Maar ze zijn wel heel erg schattig. En ik wil het eventjes laten zien. Tada! Luan heeft lichtjes schoenen. Lucille heeft ook lichtjes schoenen. Wauw! Het ziet er wel heel grappig uit, jongens. Maar het is zo plastic als het maar zijn kan. Het is natuurlijk absoluut niet goed voor de voeten. Maar ja, het is wel leuk speelgoed. Maar als ik alleen nog groter word, dan passen ze wel. Ja, ze zijn te groot. Ze zijn echt veel te, ja, best wel te groot volgens mij. Hello Kitty. Bij mij schoenen... ook Hello Kitty op. Bij jou staat er sport op. Sport? Sport, ja. Staat hier sport? Sport staat erop, ja. Kijk, en deze heb ik nog meer besteld. Deze zijn natuurlijk veel te groot. Ik dacht, dit zijn stoere jongensschoenen. Maar ik weet niet of dit nou... meisjes of jongens schoenen zijn. Ik ga nou twijfelen. Maar ze zijn veel te groot voor Luan. En deze ook. Deze had ik ook voor Luan gekocht. Ook wel grappig. Maar ook te groot. Maar echt kwaliteit, jongens. En deze vind ik wel super schattig. Het zijn echt een beetje verkleedschoenen. Voor Lucilla. Maar die zijn ook nog veel te groot voor Lucilla. Maar daar kan ze wel mee spelen. Ze passen wel bij mij. Ja, ze passen wel bij jou. Ja, jongen. Ja. Maar ja, een prins die heeft geen hakjes aan natuurlijk. Nee. Maar ze kunnen wel in mij verkleden. Als, ja. Als ze dan bij mij disco kamer Lucilla dan gaan spelen, zijn ze alleen een beetje te groot. Maakt niet uit. Nee, ja, dan doet ze maar gewoon met de grote schoenen. Ik bestel in ieder geval geen schoenen meer, goede schoenen meer bij de AliExpress. Maar ja, dat was te verwachten. Nou moet ik natuurlijk ook wel bijzeggen, het zijn echt een paar euro schoenen. Dus dat had ik in principe kunnen verwachten. Dat geen goede kwaliteit was. Het is echt... Nou, misschien 5 euro of zo voor een paar schoenen. Het is echt geen geld. Dus je kunt nog wel eens een gokje wagen. Nou, de postbode die kwam net aan de deur. We hebben een pakketje. Laten we eens even kijken. Volgens mij is die voor Lucilla. Kijk eens, hey, dit is wel een heel bekend jurkje. Wauw, jongens, kijk eens. Kijk hoe leuk. Dit is het K3 jurkje. Zullen we die eens passen? Aan. En mam, kijk. Weet je wat er ook nog kan? Oh, kerstjurk even uit of vandaag. Gaan we eens even kijken of deze past. Dat mag je die morgen aan. Echt? Morgen gaan we naar de filmpremière van Katrien. Love Cruise. Ik doe een beetje naar mijn wauw. Even opstaan. Mama, even dichtmaken. Past. Hij past? Ja. Wauw. Kijk hier. Hij is wel een beetje lang, maar dat maakt niet uit. Hey, wat mooi. Wauw. Zo heb je een zilver. Kijk daar. Wauw. Wow. Wat mooi, Lucilla. Mam, heb ik alleen niet een K3 pak aan. Nee, weet je wat we voor jou gaan zoeken? Nee. Hey, mama zoekt voor jou morgen een heel stoer setje uit. Weet je, een hele stoere van jongen. Van K3? We hebben geen jongens K3. We zijn morgen dus uitgenodigd voor een K3 ontbijt. We gaan eerst met ze ontbijten en daarna is het première. Super leuke vlog ook weer, dus morgen zeker ook weer kijken. Waar? Zeg maar dankjewel K3. Dankjewel K3. Goed zo. Ah, ze is er echt blij mee. Heel mooi schatje. Prachtig. Blauw. Ja, ja, blauw jurkje met K3. Papa. Ben je mooi? Is Lucilla mooi? Daan en ik hebben even een klein beetje geïmproviseerd. Want Luan was nog best wel verdrietig dat hij helemaal niks van K3 had gekregen. En Lucilla zo blij was met dat jurkje. Dus dat Daan heel even naar de winkel is geweest om iets van K3 te kopen. En Daan die komt nu binnen, dus ik ben heel benieuwd wat hij heeft gehaald. Nou, kijk, daar is hij. Lucilla, kom eens even kijken. Laat eens even zien wat ik heb gekregen. Ze waren alleen bij. Laat eens kijken, groot. Papa. Zo, dat is mooi. Ja, en die hebben ze niet voor jongens. Ik heb even gebeld. Met de K3-meisjes. Wat is het dan voor jongens? Wat zal dat zijn? Een telefoontje. Wauw, een K3-microfoon. Ja, oh. K3-microfoon. Kijk, er zit een mooi disco-licht zit erop, Luan. Binnen de regen zit er een wilde kop. Zit er gevallen met pleuren. Oh, waar is dat, Sarah? Jouw team, buiten, zijn op weg naar jou.
Lekkere gebakken pannenkoeken van papa. Die zijn klaar. Hoe smaakt het jullie? Lekker. Lekker? Nou. Nou, doen we even een kerstboom pannenkoekje. Is het lekker, kinderen? Ja. En wat zeggen we dan aan het einde van de video? Doe een duimpje omhoog, geef een abonneer en doeg. Tot morgen.